Wat gaan we doen, Rio? Poppetjes spelen. Ja. Je haar zit helemaal vast in de koffer. En welkom bij een Dit is wat wij nu gaan doen, is iets wat ze al lang al wouden. Maar in ieder geval, wij gaan... Wat gaan we doen, Rio? Poppetjes spelen. Goed, zo gezegd. Wij gaan in ons nieuwe huis verstoppertjes spelen. We hebben natuurlijk nu gewoon 3 verdiepingen. Oké, we gaan dus 2 keer in 2 teams. Want Rie kan natuurlijk nog niet alleen verstoppen, toch? Ja. Nou, hoef je niet zo zielig te zeggen. Ga je eerste keer met mama of eerste keer met Selina? Mama. Oké, dan gaat Selina tellen. Mama. Ja, dat is wel een goeie. Ik denk in de tuin. In de tuin? Ja, want waar anders hoor je alles toch? Gewoon. Nee, want als we naar boven willen, dan hoor je dat. Je bent in de tuin, zit niks anders op. Dus, jongens, ik heb trouwens weer een klant in, want ik heb gewoon geen energie om eruit te komen. Vreselijk, maar het is wel wat dat is. Tot hoeveel moet ik tellen? Oeh, ja, ik ben met Rie, hè. Ik denk toch wel tot 1 minuut. Mensjes. Wat zei je? Mensjes. Kan, ja? Oké, okay, doen we dat. Jij gaat in de tuin. Oké. Okay. Ga maar in de tuin. Ja, loop maar weg. Ga maar. Hup, 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 weg, wees jij. Een wekker van een minuut, ja. Oké, okay, ga maar weg. Ja, oké, okay, doei. Ja, luister Rie, ik heb een heel goed idee. Rie. Doei. 3, 2, 1, go. Oké, Rio, luister. Jij moet hierin. Rio, jij past hierin. Wacht, deze kant. Ja. Pas jij hierin? Lukt dat? Ja. Ja? Blijf jij daar? Oké, wacht. Dit is een goeie. Oké, dan doe ik deze wel dicht nu, hè? Zo. Ben je oké? Ben je oké? Ja. Oké, niet bewegen, hè? Oké, en ik denk dat ik dus hierachter ga, jongens. Kijk. Nee, wacht. Ze komt er bijna aan. Blijf nou daar. Hou je mond. Rie vond dat wel toch niet zo'n goed idee. Ik pas daar niet in. Dus ik ga daar. Rio gaat daar. En ik ga hier, denk ik. Ik ga daar achter. Maar Rio moet wel stil blijven. Blijf stil. Ga daar nou. Hij zat eigenlijk daarin, maar na 1 seconde wou hij niet meer erin. Oké, dan doen we het nu zo, want dit is natuurlijk... Ik ga nu heel goed verstoppen. En jullie gaan samen tellen. Ja, dus... Ik... Doe maar een minuut. Hier, een minuut. Ik ga verstoppen, want dit is natuurlijk... Ik moet de camera ook zien, hè? Wat? Dus je moet de camera vasthouden. Ja, dat is waar. Oké. Oh, sorry, ik ga. Ja, oké. Okay. Waar ga ik in, jongens? Ik denk... Ik denk dat ik... Of ik ga in de roomkamer. Die is dus hier. Maar goed. Hier kan ik niet echt verstoppen. Nee, we gaan naar zolder. We gaan naar zolder. En dan zet ik. Even kijken. Ik denk dat ik snel die dozen erachter zet. Let op.
Oké, nu ga ik tellen. Zijn jullie aan de beurt? Oké, ik ben nu samen met 3. Toch? En we gaan nu... Gaat Nina verstoppen. Ik ben heel benieuwd waar Nina naartoe gaat. Oké, doe mijn ogen dicht. Gaan we tellen, Rie. Tellen dan. 1, 2, 3, 4. Kom maar aan. We moeten nog even wachten. Oké, wij komen eraan. Oké, Rie. Misschien zit ze wel... Ja, nee, maar daar past Nina niet in. Maar weet je waar ze wel in past? In de keukenkastjes. Kom. Waar? Denk je daar? Nee, daar is ze. Oké, daar. Huh? Nee, ook niet. Nou, onder de bank past ze niet hoor. Kijk, misschien hier, Rie. Dit is volgens mij best wel een groot kastje. Huh? Zo, ik schrok serieus. Wat een loser. Daar is ze niet. Ja. Oké, kom. Ja, in een la past ze ook niet. Kom, we gaan verder. Maar je weet het niet. Rio, kom. Ik denk dat we naar boven moeten, Rie, kom. Ook niet in de koelkast. Nee, is ze ook niet in de koelkast? Nee, dat dacht ik al. Oké, au, wacht eens, stop eens. Oké. Misschien moeten we vragen of ze een geluidje maakt. Misschien hier. Nou, hier kan ze niet. Ergens zitten. Zeg maar, Nina, maak eens een geluidje. Dan horen we haar. Celine, doe eens een hint. Nina! Celine! Celine! Nog één keer. Ik wou op zolder. Maar waar dan? Ga maar kijken, Rie. Hè? Nog een keer een hint? Hè? Ah, je haar zit helemaal vast in de koffer. Rio heeft je gezien omdat je haar... de koffer steekt. Oh mijn god, Rie, je bent zo scherp. Doe maar openmaken. Ga daar, ga daar. Oké. Okay. Nina, I got you. Je zweet gewoon helemaal. Ja. Oh. Maar niet had gezien dan. Oh, dan hadden we het nooit geweten. Maar hij zag gewoon vanaf hier, liep hij gewoon recht naar je haar. En hij voelt gewoon hier jouw haar. Hoe dan, Rio? Zo goed van jou. Zal ik een keer trekken? Ja! Helemaal deze koffer eruit gehaald. Om erin te kruipen. En je ging helemaal kapot, of niet? Ik wou ook proberen dat dingen weer te dichten. Dus toen is mijn haar erin. Ertussen gegaan, ja. Je hebt echt heel scherp van jou, Rie. Very scherp. Ja! Yeah. Hey, goed gedaan. High five. Yeah, jij ook goed gedaan. Dat was echt een goede verstopplek. I wanna be with you.